Dit is Supercar Valley, net buiten Modena. De meest prestigieuze Italiaanse automerken zijn hier gevestigd. Een van de nieuwste superauto's, de Huayra, heeft een topsnelheid van 370 km per uur. Maar zijn prestaties zouden niet mogelijk zijn zonder de uitvinding van dit revolutionaire materiaal. Koolstofvezel, beter bekend als carbon fiber. Je kunt het bijna niet geloven, maar deze rollen carbon fiber die veranderen straks in zo'n geweldige auto. En ze gebruiken hier 7 verschillende soorten carbon fiber. Verschillende diktes. Elk onderdeeltje heeft weer zijn eigen specifieke dikte en aantal lagen. En je ziet ook hier de koolstofvezels, die zie je hier ook in zitten. En het voordeel van carbon fiber is natuurlijk dat het oersterk is. Het weegt bijna niks. Je kunt het in elke vorm krijgen die je wil. En als je het gebakken hebt, dan is het echt keihard. De carbon fiber arriveert in de fabriek in rollen van 2,5 meter breed. Koolstofvezels hebben een dikte van 5 tot 10 micrometer. Dat is 1/5 van een mensenhaar. Duizenden van die vezels worden getwijnd tot garen en daar worden deze matten van geweven. Het hele proces begint hier. Hij kiest een programma uit waar de bepaalde vormen van bepaalde onderdelen uitkomen. En die vormen die gaan wij zo direct hier op deze tafel verwerken. En dan wordt het op maat geknipt. Nog even controleren of alles wel recht ligt en dan kan de lap gesneden worden. Ik doe die handschoenen aan. Niet als bescherming voor de handen, maar als bescherming voor het carbon fiber. Het mag niet beschadigen. Als de koolstofvezel verkeerd gesneden wordt, is het onderdeel waardeloos. Daarom wordt lasergestuurd gereedschap gebruikt dat uiterst precies is. Maar de laatste stukjes kunnen nog vastzitten. En dan ben je dus ineens een deel van de peperdure motorkap aan het lossnijden. Met je hobbymesje. Heel grappig, want dit is dus een bumper en dan ligt er daar ergens een deur. Er ligt hier een zijspiegel. En weer, hier ligt eigenlijk gewoon een complete auto als een soort bouwpakketje. Mag ik een complete auto? Heel gesneden, alstublieft. Nu moeten de tweedimensionale strips worden omgezet in driedimensionale onderdelen. Daarvoor staat een team van beeldhouwers klaar, gewapend met 240 mallen. Zij bouwen elk paneel en elk component laag voor laag op. Er zijn soms wel 7 lagen nodig om de juiste dikte te krijgen. De carbon fiber heeft een eigen kleeflaag, waarmee het aan elkaar geplakt kan worden. Oké. Straks is er gewoon een deur van deze auto. Dan heb ik gewoon toch zelf een stukje opgeplakt. Echt heel grappig dit. En zo wordt er dus een auto in elkaar geknipt, geknutseld en geboetseerd. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. De lijnen van de carbon fiber moeten in elk onderdeel keurig doorlopen. Als een onderdeel af is, wordt het ingepakt in plastic en afgedekt met een dikke, luchtdoorlatende stof. En dan gaat de hele handel in een oversized overzak. Ja, dit doet een beetje denken aan als je je dekbed moet verschonen. Het is de bedoeling dat elk onderdeel volledig vacuüm tegen de mal aan wordt gezogen. De laag stof helpt om ook de kleinste luchtbelletjes uit het carbon fiber te krijgen. Ieder foutje wordt gladgestreken om overtollige lucht kwijt te raken. Maar een klein lekje kan al het werk weer teniet doen. Dus ik krijg een zeer verantwoordelijke taak. Wat ik nu ga doen is... Hij is nu vacuüm, maar er zitten misschien kleine lekjes in. Maar die kun je niet... Dat hoor je niet met je gewone oren. Dus dit is een microfoon, die wordt versterkt. En dan ga ik nu kijken of ik iets hoor. Het lijkt wel heel wat, maar de carbon fiber onderdelen zijn nu nog maar zo sterk als een rieten mandje. Ja, wat doe je met een auto? Je gaat hem bakken. Om ze hard en stijf te maken, worden de onderdelen in een speciale drukoven geplaatst. Een autoclaaf genaamd. Ja, in de oven moeten die ventielen er weer op, want hij moet vacuüm blijven. Want anders kan het misgaan. Ja, ik krijg er nog een aan. Graag. En nu zo'n 3 uurtjes afbakken op 140 graden bij een druk van ruim 6 bar. De combinatie van hoge druk en hitte bindt de laag aan elkaar en verhardt de koolstof. De voltooide onderdelen zijn zo sterk als staal, maar licht als een veertje. Maar koolstof heeft 1 groot nadeel. Vooral als je er 370 km per uur mee gaat rijden.
Als het onder extreme druk komt te staan, verbrijzelt het. En dat is slecht nieuws als je ergens tegenaan knalt. Daarom wordt de kuip, de centrale sectie waar de passagiers zitten, gemaakt van een van de duurste materialen ter wereld. De kuip van de auto wordt onder andere gemaakt van carbo-titanium. Dat is het allersterkste wat er is. En dat kun je ook zien hier. Je ziet hier de carbon fibers, maar daar doorheen zie je allemaal titanium draadjes. En dit is echt oersterk. Titanium heeft de grootste kracht-gewichtratio van alle metalen. Combineer het met koolstofvezel en je krijgt een supercomposiet. Tijdens de crashtest absorbeerde de carbo-titanium-kuip de kracht door mee te buigen als een metaal, in plaats van te verbrijzelen als gewoon koolstofvezel. De kuip was zo veerkrachtig dat ze hem tijdens 17 testen konden gebruiken zonder hem te hoeven vervangen. Volgende stap is het in elkaar zetten van de carrosserie. Dit heb ik gemaakt hier. Dus dat is, en hier zijn we zo'n beetje bij de assemblage gekomen. Ze zetten hem hier helemaal in elkaar. Alleen om te kijken of het past. En dan gaan ze schuren en slijpen tot hij helemaal netjes past. Dan halen ze weer helemaal uit elkaar. En dan wordt hij gespoten en dan gaan ze hem echt in elkaar zetten. Luchtweerstand is funest voor de snelheid van de Huayra. En daarom wordt elk paneel uiterst zorgvuldig met de hand glad gemaakt en geveild. Kosten nog moeite worden gespaard om deze auto de slangste in zijn klasse te maken. En snelheid is ook niet onbelangrijk. De lichtgewicht 6 liter V12 twin turbo Mercedes motor heeft een vermogen van maar liefst 730 pk. Je zou denken dat de combinatie van een lichtgewicht carrosserie en een krachtige motor voor problemen zou zorgen. Maar de Huayra heeft een werkelijk perfecte wegligging. Het geheim zit hem in de actieve aerodynamica. Die wordt ondersteund door een elektronische controleunit die de wielen individueel volgt. Als er meer tractie nodig is, wordt een van de kleppen die vlak bij de wielen zitten geactiveerd. Het is natuurlijk een supermoderne auto dit, maar er zitten twee aardige retro details in. Je ziet hier die riempjes. Het lijkt net of de boel vastgezet is met dat riempje. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat ging het vroeger bij racewagens. Was dat wel het geval? En het tweede retro dingetje is dit. Hier, deze knop, daar kun je de stoel mee omhoog doen. Maar dat doet weer denken aan de ouderwetse vijfpuntgordel die daar hier ook voor je vast zat. Na een maand is de auto klaar. Ik mag helaas niet meer rijden, maar ik mag wel starten. Dat is tenminste iets. Even het geluid. Wat een geluid. Onbetaalbaar. Letterlijk. Want dit superlichtgewicht weegt zwaar in de portemonnee. Tja, inclusief belastingen, dan mag je deze auto meenemen voor ongeveer 1,5 miljoen euro. Dan denk je, nou, dat valt best mee. Maar je weet hoe het is met auto's, hè. Komt altijd bij. Rij klaarmaken, 200 euro. Kenteken op je naam schrijven, 1375. En natuurlijk milieuheffing van 8,25. Het is altijd meer dan je denkt.